van diensten, ons erelid, de 7 hoofdsponsors, onze leden en donateurs. En vervolgens alle belangstellenden heet ik van allen hartelijk welkom namens de Sportclub Terschelling. U ziet hier voor ons staan allemaal reclameborden en reclamevlaggen. Dat zijn de borden en de vlaggen van onze 7 hoofdsponsors. Het is namelijk zo, deze mensen geven elk jaar een hoop geld aan de vereniging. Wij kunnen daar vrij weinig voor terug doen. Dus wij willen gewoon eigenlijk deze avond een beetje opdragen aan deze 7 hoofdsponsors. Het is namelijk zo, als deze mensen er niet zijn, dan kan de Sportclub Terschelling zich niet meer ontplooien zoals wij nu doen. Zoals je alle weet staat de televisie constant vol van deeltijd en werktijdverkorting. Wij zien dus gewoon als Sportclub Terschelling, en ik denk dat ook wel alle verenigingen hier op het eiland, zien wij daar toch wel een enorm gat ontstaan in de vrije tijd. Want ik denk toch niet dat het zo lang meer zal duren voordat iedereen eigenlijk op de vrijdag vrij is. En wij zien dus een gat ontstaan en die willen wij opvullen door dingen te gaan doen. Onze elftallen zelf vragen veel geld, hebben het dit jaar ook erg moeilijk, want ze spelen in een vrij hoge klasse allemaal, we hebben ook een beetje pech. Er is een enorme organisatie van de supportersverenigingen die verschillende activiteiten ontplooit, zoals ik noem maar een vismiddag voor de jeugd. Er worden filmmiddagen gehouden. Er wordt een hele competitie opgesteld in de zaal voor het zaalvoetbal van de jeugd. Al deze activiteiten hebben gewoon tijd en geld nodig. En door die supporters, door die mensen die dat geld geven, hebben wij een beetje ruimte om dat te doen. De gemeente zelf heeft dit ook in de gaten en geeft ons ook een beetje meer vrijheid om in onze kantine meer dingen te gaan doen. Het woord kantine, dat vind ik eigenlijk niet zo goed woord. Ik had het liever gehoord dat het een clubhuis was. Uiteindelijk zijn het onze clubhuizen. Maar ja, als je zegt kantine, dan gaan de meeste haren recht overaan staan en denken ze aan bier. Maar zo is het niet. Er worden daar zo ontzettend veel activiteiten georganiseerd in die kantine die daar niks mee te maken hebben. En dat hebben wij eigenlijk allemaal te danken aan deze sponsors. Want uit een van deze avonden of middagen die wij gezeten hebben in die clubgebouwen is namelijk het voorstel naar voren gekomen om eens iets zelf te doen. Wij kunnen natuurlijk altijd wel mensen van de bal halen, maar dat kost ons een vermogen. Nu hebben de leden zelf gezegd, mensen, dit kunnen we misschien zelf eens een keertje doen. En wij hebben een paar clowns in de club zitten, die hebben dat inderdaad ook georganiseerd. En ik denk dat u zoiets wat u hier gaat zien vanavond, ik denk niet dat hij dat in uw leven ooit weer zal zien. Goed. Dit is wat ik even wou zeggen over de sponsors. Het volgende punt is, die verloting die daar staat, die hebben wij in doosjes zitten. In elk luciferdoosje zitten 5 loodjes. Wij hebben vanmiddag met een paar mensen hebben wij loten getrokken. Dus je kunt direct zien of die al een prijs heeft gewonnen. Alleen, daar staat dus een fiets en daar staat dus geen lot op, maar daar staat dus een eerste prijs op. We hebben er 5. 5 prijzen. Nu is het namelijk zo dat die lucifersdoosjes, die moet hij namelijk wel even bewaren, want daar is iets natuurlijk mee aan de hand. Er zit misschien wat in, die kunnen we kijken als je zegt, nou er zit wat in, ik heb een prijs. Dat is natuurlijk niet zo, want anders is het makkelijk. Maar die lucifersdoosjes, die moet hij bewaren. Zo tegen de tweede pauze zal ik wel bekendmaken wie van u iets in dat liefhebbersdoosje moet hebben om een prijs te hebben. Als u ze afsteekt, bent u misschien die prijs ook kwijt, dus ik zeg het maar. Er is nog een punt wat ik nog zeg voor de feestavond zelf en dat is dat wij elk jaar een paar mensen uit het bestuur kwijtraken om de een of andere reden. En ik zou graag een beroep doen op een heleboel mensen die
een boel vrije tijd hebben om ook eens in de diverse besturen te gaan zitten. Het is niet alleen het bestuur van de Sportclub de Schelling, maar ik denk dat een hoop verenigingen te kampen hebben met een kadertekort. En je kunt het al in de kranten lezen, de laatste tijd is het zo dat dit de spuigaten gaat uitlopen. Ik heb vorige week een stuk in de krant gelezen van de Sportclub Lemmer. Daar is het bestuur en blok ineens opgestapt omdat ze geen medewerking meer hadden van hun leden. Kijk, dat moet hier natuurlijk niet gebeuren. En daarom zou ik ook vragen aan diverse jongens en meisjes, ga in het bestuur zitten, probeer je verantwoording, probeer die te hebben en ook ideeën die je hebt, probeer die uit te dragen en verschuil je dus niet achter een serie mensen om ze dan later te bekritiseren. Dat is natuurlijk heel makkelijk. Wij moeten dus een afscheid nemen van een paar mensen, dat heb ik hier expres gedaan, om dat we eens kunnen laten zien wat deze mensen allemaal in de vereniging doen. Als eerste wil ik hier even op het toneel hebben, Peter van Rissen. Peter van Rissen is een figuur, ik denk dat er niet een tweede persoon rondloopt in de vereniging die zoveel op zijn donder krijgt elke zondag als deze man. En daarom vraag ik me altijd weer af, hoe krijgt hij eigenlijk de moed, waar haalt hij de moed vandaan om elke zondag weer die fluit tevoorschijn te halen en te gaan fluiten. Het is mij af en toe een raadsel. Maar deze man heeft bij onze medeweten ongeveer 250 seniorwedstrijden gefloten. Dat bedoel ik dus met FVB en de eilandencompetitie. Daarom zou ik zeggen, Peter, ik heb een kleinigheid voor je. Het weegt niet op van wat jij ons gedaan hebt. Je kan mij iets halen wat je graag wil, een muziek. Mag ik even wat doen? En dan krijg je een klein bordje door, Peter. Die geef je maar aan je vriendin, waar je zoveel aan te danken hebt. Ja? Vervolgens wil ik hier hebben, als je dat wil, Fred Wiegen, Don Funken. En ik denk niet dat Frans Rob hier is, hè? Nee, Frans Rob is er ook. Deze twee mensen hebben dus in het bestuur gezeten van de voetbalverenigingen. Die hadden vroeger een andere naam en zijn nu de Sportclub de Schelling geworden. Ze hebben daar minstens, Fred Wiegen is de grootste lijntrekker van heel de Schelling, denk ik, zo weet hij. Nou ja, die zit er ook best ook in, maar die is er nog niet uit. Fred, ik heb een hele tijd met jou samengewerkt. Ik zie je nog bungelen in de waterleiding, in de, hoe noem je dat, de verwarmingsleidingen van het gebouw Midland, dat je helemaal alleen hebt klaargespeeld. Je hebt ontzettend veel voor de vereniging gedaan en ik heb wel begrijpen dat je zegt, ik wil er nou wel eens een paar jaar uit. Voor jou heb ik ook wat. Wil je het hebben? Deze bos bloemen, die is bestemd voor je vrouw. Ik vind dat deze vrouw zoveel heeft moeten lijden eigenlijk dat jij er niet was. Dat deze is namens de vereniging voor jouw vrouw. Ja? Het is natuurlijk erg moeilijk om voor mensen iets te bedenken. Wat willen ze nou hebben of wat, ja, wat kunnen ze dan gebruiken? We hebben aan wandborden zitten denken, maar ja, die hangt er dus op. Het zijn geen borsten zoals je misschien denkt. Erg goed ingepakt. Ik zal het even laten zien voor de ene keer. We hebben bij een plaatselijke pottenbakker hebben we hier weggehaald. Het is een heel koffiestel. Kijk, deze kleuren. Daar zit dus een melkkantje bij, een zuiverpot en er zitten 8 of 9 van deze koffiekop. Ik hoop als je daar drinkt dat je dan denkt, ja, ik heb toch wel een goede tijd gehad. Hier pak je handen. Dan kom ik eens een keer bakken bij jou.
hartstikke bedankt. Nou, Nol, jou heb ik dus alleen leren kennen in de periode Sport op de Schelling. Jij was vroeger de penningmeester van de Sport op de Schelling en ik heb gezien dat jij een enorme klus werk hebt verricht. Je bent ontzettend accuraat geweest voor de sportclub en ik geloof dat we een hoop aan jou te danken hebben dat de financiën zoals ze nu zijn, dat jij dat voor ons hebt teweeggebracht. Deze bord bloemen is natuurlijk voor je vrouw. Ik had ze graag hier weer en hier willen hebben, maar dat durft dus niet. Zei. Als jij die aan je vrouw overhandigt namens de sportclub. En ik heb voor jou precies hetzelfde stel, ik zal hem niet uitpakken. Het is een ander kleurtje. Ik hoop dat je er veel plezier mee mag beleven. En bedankt namens de vereniging. Hartelijk dank. Als laatste wil ik even Daan Stoller hebben. Deze man die is in diverse voetbalverenigingen heeft hij gewerkt, als ik me niet vergis. Ze hebben allemaal verschillende namen gehad, maar uiteindelijk komt het wel weer. Daan Stormer heeft 25 jaar in het bestuur gezeten. Nou, bijna, je zit er namelijk nog een klein beetje in met je clubblad, dus dat maak je nog wel vol. Wij vinden dat een dermate grote prestatie, dat gebeurt haast bijna, nou zeg maar bijna nooit meer. En daarom hebben wij voorgesteld als Sport op de Schelling dat wij Daan Stobbe benoemen tot lid van verdiensten van onze SC Ter Schelling. Ik wou je namens de sportclub dat je dit wou overhandigen aan Corrie met onze allergrootste taak. Ja? Dit is de oorkonde, die hoort bij het lid van verdiensten. En dit is dan wat je ook krijgt namens ons, wat iedereen heeft gekregen. Ja? Dus dit is onze vierde lid van verdiensten in de sportclub. Daan, hartstikke bedankt. Het is zo dat een heleboel mensen blijven thuis zitten voor de televisie. Ik zat verleden week zat ik op een miljardclub en dan hoor je daar ineens van ja, er is een mooie western van een half uur en dan blijft men dus voor thuis. De Sportclub de Schelling heeft gedacht, oké, wij spelen dus in op die televisie. En wij beginnen dus ook met de televisie. En hiermee zal ik dus de avond verder openen. Ik dank u wel. Ik zal even de televisie aandraaien. Ja, het begint niet, maar het gaat uit.
dames en heren, welkom bij Studio Sport. Helaas is het gehele voetbalprogramma afgelast, maar we hebben gelukkig een groot aanbod van zaalsporten. Te beginnen met de voorrondes van de zwemkampioenschappen van Strien en omstreken, gehouden in het Ponswiel. We schakelen nu over naar onze verslaggever ter plaatse, Nico Snorkel. Nico, ben je daar? Goedenavond, kijkers. Jawel, ik ben aanwezig, Marga, dankjewel. Met Snorkel en al. We zijn hier in het schitterende 150 meter bal Ponswiel te Strien. Ondanks dat de plaatselijke favoriet Herman Haan meedoet, zijn er maar 3 toeschouwers. Te weten Guus en Riz Geel en zusje Verhagen. Die terecht meer aandacht voor haar dieren heeft als voor deze zwempartij. Maar we gaan even terug naar de plaatselijke favoriet Herman Haan. Hij komt nu in beeld. Kijk hem triomfantelijk gaan. Hij heeft ongeveer 25 kippenlengtes voorsprong. Mag ik nog een herhaling? Moet u eens kijken wat een sierlijke vleugelklappen deze man geeft. Daar komt echt geen kip meer aan te pas. De nummer 2. Nee, de nummer 2 Jeroen Bot, die wordt volgens mij gedisqualificeerd. Lopen over het water. Dan komt er maar 1. Behalve een handvol gek Vlielanders, terecht gedisqualificeerd. Onze felicitaties gaan uit naar de winnaar van de volgende ronde, Herman Haan, die na deze overwinning vroeg met de kippen op stap gaat. Dat was het wat dit betreft. Terug naar jou, Marga. Dankjewel, Nico. We gaan nu door met boksen en wel de match van de eeuw om het kampioenschap van de Frettoe. Tussen titelhouder Lange Kees en sterk vermagerde Frans Korthals. Voor deze match gaan we over naar Café Liman, waar voor deze gelegenheid het biljart is verplaatst naar de achterkamer, waar op het ogenblik het open kampioenschap 4 banden aan de gang is. Maar nu boksen. Voor u zit daar klaar Frits Kopstoot met een boeiend verslag. Ben je daar, Frits? Nee. Nog geen beelden? Dan gaan we eerst over naar het 4-banden-toernooi in de achterkamer. Wat zeg je? Oké, de band van het boksen is binnen. Ga je gang, Frits. Welkom, achterkijkers, bij het 4-banden-toernooi in de achterkamer van Café. Wat? Zitten we weer verkeerd? Krijgen we eerst boksen? Wat voor regisseur loopt er eigenlijk rond? Wie? Sarah Schaap? Ik wou dat hij lang was. Zijn we nu in de uitzending? Mooi is dat. Beste kijkers, er ging iets mis, maar dat komt omdat er in Café Liman, piep, piep, 2 kampioenschappen gespeeld worden. In het kader der bezuinigingen sturen ze maar 1 verslaggever op af. Wat het boksen betreft in zaal 11 en het biljarten gaat in zaal 12. Allereerst het boksen. Op de vraag wie zich kampioen van de Frettoe mag noemen, komen deze 2 kandidaten tegen elkaar uit. Te weten, Kees Langhals. 20 knockouts op zijn naam en beter bekend onder de naam Reflex. Oké, spaar maar even, Kees. Gaat goed. De tweede kandidaat, uitdager Frans Korthals. Deze man heeft 12 knockouts op zijn naam. Hij heeft zwaar getraind, begint sterk vermagerd aan dit duel, wat u aan zijn broek kunt zien af en toe. En hij is beter bekend onder de naam van Brute Bertus. De belangstelling valt wel tegen hier, Liman. Echte boksliefhebbers als Rijn Lennega, Thijs Marees en Jaap Dijker zijn niet aanwezig. Maar die bevinden zich waarschijnlijk op de feestavond van de Sportclub de Schelling. Ze zijn klaar voor de eerste ronde. Het wordt een gevecht over 12 ronden van elke 3 minuten. Het
Geheel staat onder leiding van de heer Joop Bril. Daar gaan we. Hop. Het voetenwerk van reflecties beter. Een harde stoot. Een harde stoot op de lever. Daar heeft hij het moeilijk mee gedaan. Frans heeft het moeilijker met zijn broek als met zijn tegenstander, denk ik. Op dit moment denk ik dat de gong Frans Korthals redt. Zo het verloop van de eerste ronde heb bekeken. En het moet mogelijk zijn dat Kees Langhals deze wedstrijd gaat winnen. De heren worden wel opgeknapt. De spons die ook aan wonderen. Het kan vriezen aan het dooien in de broek, zeggen ze dan. Heren, de tweede ronde. Daar gaan ze. Kees Langhals heeft meer kans, denk ik. Goed hier. Marie. Hé, wat gebeurt daar? Wat gebeurt hier? De biljartballen uit zaal 12 hier ik denk dat oude Rob aan stoot is. Dit wordt een overwinning voor Frans of Kees. Nee, daar gaat Kees naar aan het tegen met de biljartbal. Ik zal nog even aanwachten de briefjes van de scheidsrechter. De winnaar van vanavond naar het innemen van de briefjes. Frans Korthals. Frans Korthals, winnaar naar het innemen van de briefjes. Dat was Frits Kopstoot bij het boksen te Riemann. Dames en heren, wat hebben we nog? Oh ja, is die tape bij België al binnen? Nee, heeft Van der Vlas een lekker band? Ja, ik zie daar beelden van Gulpen. U krijgt nu een reportage van de omloop van Gulpen. Verslaggever Rick Zadepijn op de gemotoriseerde camera. Kom er maar in, Rick. Goedenavond, kijkers. Wij zitten op het ogenblik in de ronde van de Schelling. En we rijden nu over de kasseien van de Zwarteweg. We zijn onderweg. Kijk uit, je kip. We zijn momenteel onderweg naar de kool van het Seinpaldijn. En wij gaan eerst even bij Hotel de Kreukel langs van Kees Haringa. Om een baskeleur te nuttigen, ja. Oké, Saar. Chefke, we kunnen wel even stilstaan voordat de caravan aankomt. Waar komt de caravan aan? Kan je een meter uit starten? Oké, dan gaan we eruit. Dames en heren, de leider in het algemeen klassement op dit moment is Franske den Beul. Ja, Chefke, even naar rechts, hè. Even naar rechts. Oké. Ja, allemaal. Ik zal proberen om een interview met kleine Franske te krijgen. Dan moet ik even kalm aan, Jeffke, even kalm aan, ja, oké. Okay. Allee, Franske, zet je door. Hoe gaat het in? Heb je nog hoesting om deze kant te bestaan? Gelaken wilde vrouw? Nou, heb ik nog hoesting in. En ik ga het nog gelijk doen ook. Oh, net vandaag. Dames en heren, daar gaat de grootste tempobeul van der Schelling. Die gaat het zijn balduin op. Maar vermoed op deze mensen ook. Daar moeten we ook waardering voor hebben. Want we gaan nu in een percentage van 12% even naar links, Chefke. Alright. Oké, dat is het. Even naar rechts. Hè. En de kool gaat nu erg omhoog. Hè. De tempo goal. Ik denk dat. Oké, we zijn. Oké, mannen. Oké, zo. Ja, denk om het zijnpaal. We zijn nu boven op de kool. Denk hoor. Oké, dames en heren, ik denk dat Franske die is uit zicht en die zullen we niet meer inhouden. Ja, of Saar moet gas geven natuurlijk. Maar goed, dat maakt me niet uit. Allemaal zaak.
We zijn ervan overtuigd dat Franske de tempobeul, dat hij de ronde van de Schelling gaat winnen. We zijn nu in de afdaling. Even naar links. Denk om die e-sport, hoor. 1-2, ja. Goed gedaan. Oké. Dames en heren, we gaan rechtstreeks terug naar de studio. Margaretje, hij is weer voor jou. Dank u wel. Voor u en wel het Nederlands elftal en een geheimzinnige uitreiking. Maar nu eerst de Elfstedentocht. Het is wel erg laat, maar de laatste deelnemer van 1963 is pas gisteren binnengekomen. Bij de eerste slang op de Bosplaats. Hij was via Waldipolstok achter Grient langs op de Schelling aangekomen. In de namiddag arriveerde hij op de Horperwielen. Onze verslaggever Hans IJspegel was daar om de totaal onderkoelde man op te vangen. Als het goed is, staat de Ampex met zijn reportage startklaar. Ja? Ja, daar komt hij. Hans IJspegel. Goedenavond, beste kijkers. Het valt niet mee om even over te schakelen van Belgisch naar Nederlands, maar goed, ik zit nu weer in het Nederlands. Ik sta hier aan de ringsloot, aan de Horperwielen. En er is mij verteld door dit telefoon dat, en wie dat was, dat wil ik ook afverklappen, Simon van Alleweg. Die vertelde tegen mij van, er rijdt er een op de Horperwielen rond. Dan moet je eens heen gaan met je cameraatje. Vandaar dat ik dat gedaan heb. Het is verschrikkelijk koud hier op het ogenblik. Een graad of 12 vorst, denk ik. En een snijdende noordoostelijke wind. Dat hebt u vanavond met uw komst hierheen ook wel meegemaakt, denk ik. Maar ik zal eens kijken als hij daar aanwezig is. Moet eens kijken, daar komt hij toch aan. Het is onvoorstelbaar. Het is onvoorstelbaar. Deze man die is. Is totaal verloren. Hallo, ik denk niet dat ik hem alleen nog een vraag kan stellen. Hoe gaat het? Koud, hè? Sinds wanneer bent u onderweg? 1963. Zo. Ik denk dat u in kennelijke staat begint te verkeren. Ik heb de afslag bij Bad Lehin verkeerd genomen. Zo. En daar is het altijd, noemen ze dat in Fries? Kluinen? Klun. Klun, dat is Grunnings. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet. Alles kan verhalen. Mag ik je feliciteren met je binnenkomst? Nou mensen, deze man is er zo verschrikkelijk aan toe dat ik denk dat ik Tuil maar even moet bellen. Voor een taxi. Of een ambulance, kan ook. Tattoo, tattoo. Tattoo, tattoo. Daar zijn de mensen al. Dames en heren, ik ga ook gauw terug, want het is hier zo verschrikkelijk koud, dat ik ben bang dat ook een van mijn leden bevriest. Hij is voor jou, Marga. Bedankt Hans, ik krijg er koud van. Vanmorgen, na het ontdooien in het diakonessenhuis, vroeg de man meteen om een sorbet. Tussen haakjes, er zijn 6 diakonessen de ganse nacht bezig geweest om de goede man te ontdooien. Maar nu voetbal. Dames en heren, zoals u weet zijn er wat problemen in onze vaderlandse voetballerij. Het draait slecht met het Nederlands elftal. Daarom schakelen we nu over naar het Hoornse Bos, alwaar Rinus Michels bezig is met de voorbereidingen voor de wedstrijd tegen Lapland. Wij hebben daar Mart van Hoorn voor een interview. Kom er maar in, Mart. Goedenavond, meneer Michels. Mag ik u van harte welkom heet hier in onze geïmproviseerde studio. Ik wou u ten eerste eens even vragen hoe is het met uw gezondheid tegenwoordig. Want
Je leest van die rare berichten in de zaal en de krant. Van dat die rikketik het niet meer zijn best doet. Hoe is het met uw hart, meneer Miels? Nou, momenteel mag ik zeggen vrij goed. Ik ben blij dat ik hier vanavond aanwezig kan zijn. Want anders had er nog een onderbericht in de krant gestaan, denk ik. Dus optimisme wat u betreft. Wat uw hart betreft. Maar toch, de verwachtingen waren hoog gespannen toen wij u als bandscoach lieten komen. En, maar ja, dan zie ik daarna toch twee nederlagen. Eén kleine overwinning op IJsland. En nu met de voorbereidingen op Lapland zie ik het toch niet zo zitten. Nee, Kees, dus terecht. Je moet natuurlijk van mij niet verwachten dat ik hier één keer het beleid van mijn voorganger weer om kan buigen. Dat is gewoon niet mogelijk. Het is natuurlijk wel zo dat je, en dat heb ik sympathie, dat hoeft toch niet. Oh ja, dat wij moeten natuurlijk uit de laatste drie wedstrijden, Kees, moeten wij 6 punten pakken. En voetbal is oorlog en dan is alles wat dat betreft oorlog van internationale voetbal natuurlijk. En uw taak wordt nu even door de heer Beenhakker overgenomen. Wat denkt u daarvan? Nou, ik heb, je zal straks wel lezen, die opstelling die ik gegeven heb. Er zijn 13 namen veranderd. Het zijn allemaal typische namen geworden. Nou, Beenhakker is er dan ook een van. Ja, dat is nogal, ik heb het zo een beetje doorgekeken en dan zie ik er toch mensen in voorkomen. Ja, dan denk ik, wat moet er niet voor dan mee? En neem nu een keeper Cor Vis, hij heeft de 40 al dik gepasseerd. En alleen die naam al, die Cor Vis. Ja, nou ja, goed, je hebt een keeper nodig en Cor Vis. Beter in het water zonder de lat, zou ik zeggen. En dan zie ik een voorstopper, Charles Spiering, die is een tijdje weg geweest, die hebt u toch weer teruggehaald. Ja Kees, we moeten lengte in de ploeg hebben. En vandaar dat ik Charles terughaalde. En de voorgaande door te borduren. Charles Spiering, beter in het net. Als in het water. En dan Ari Pakker, die is helemaal, hebt u teruggehaald uit de Sinaï, waar hij op het ogenblik, tenminste op het ogenblik niet, maar daar heeft hij gezeten. Die hebt u teruggehaald. Wat moet u eruit mee? Ja, nou, ik zit met erfenis van mijn voorganger Kees. En de twee voorgaande wedstrijden hebben we duidelijk dingen aan het licht gebracht. Maar daar kan ik niet meer uit de voeten. Dus ik heb mensen gekozen die ik denk dat erin moeten. Dus ook Ari Bakker, ja, we duren steeds meer voort. Maar kort houden Ari Bakker beter voor de overwassen erin. En wat betreft een Jaap Ruig? Jaap Ruig, ja, talentvolle middenvelder. Die tatoeëraar natuurlijk. Jaap Ruig, ja. Hij is beter zo als dat zijn naam doet vermoeden, denk ik. En dan hebben we de goede tijden gekend met een linker spits, een Pietje Keizer. En dan zie ik dat u hier toch, ja, dat is toch een bijna een vijftiger, een Jan Rey terug hadden. Wat moeten we daar nog mee, meneer Michels? Ja, nou kijk Kees, dat is een persoonlijke keuze van mij. Jan Rey, ik heb hem laten volgen in het buitenland door diverse coaches. Ik ben zelf ook nog een keer naar een uitwedstrijd toe geweest van hem. Nou ja, die maakt het gewoon op het ogenblik. En alleen dit is met Jan zo natuurlijk. Jan Rey. Hij moet uitkijken dat hij niet afgeschoten wordt, want het is in het jachtseizoen en is open. En wat dacht je van een Hans Pluim? Overal inzetbaar, rechts back, rechts half, rechts buiten. Allerhande dacht ik, dat was een terechte keus. Ja, zeker. Het is mijn keus, dus het is altijd terecht, Kees. Ja. Maar het is natuurlijk zo, lengte had ik het net over. Hè. Dus Charles Spiering, lang, sterk. Nou, zo is Hans Pluim ook. Ja, Hans Pluim, beter boven de schoorsteen als erin. En dan zie ik dat u hebt een Vaneburg laten vallen. En daarvoor hebt u een technicus teruggehaald, een Abrop. Ja, daar hou ik van, een techniek. Dat Abrop, ja, nou, daar kan je nooit mee fout, want dat is een beschermde diersoort. En dan hebben we het gelijktijdig met een Pietje Keizer, hebben we toch ook een Johan Neeskens gehad als een breker op het middenveld. En daar hebt u nu een Sarah Schaap voor teruggehaald. Wat moet dat?
Ja, nou, Sarah is een aardige jongen, je bekend te zien. Ik zat net bij hem op de motor. Dus dat lukt allemaal wel, maar Sarah, ja, Sarah is gaan. Vroeger was hij lam. En wat dacht u van een toch wel, ja, die man is toch ook al bijna opa, dat zou zijn haardracht aandoen, een Rick Lens. Rick Lens, ja, dat is eigenlijk een leeftijdgenoot van mij, maar goed, hij heeft het al niet zo zwaar. Dus die kan dan wel even door, Rick Lens, ja, beter Lens als voor later. En dan zie ik ook een nieuwe coach, een Knassen en een De Bree, die zijn ermee gestopt en daar hebt u een Willem Stam weer voor terug. Dat lijkt me toch wel een goede keuze. Stam, vol die ver van de boom. En dan al de laatste, dat is, ja, dat is de man aan mijn hart. En, een laatste man als een Gerard Brouwer, dat doet het toch helemaal, hè? Ja. Gerard, ik moet een beetje techniek achterin hebben, Kees. Dat wil ik. Daar ben ik gek op. En ja, het is een Groninger. Dan roept hij altijd maar van, verdorie, hoe heet dat ook weer? Tjippen. Ik kan het moeilijk door mijn strot krijgen. Tjippen, geloof ik. Tjippen, ja. Maar ik vind, wat Gerard Brouwer betreft, beter Brouwer als een verkeerde trouwer. En dan hebben we nog een, dan zie ik dat u een Rus, ja, ik zie toch een, net als een metgod, praten we daar niet meer over? Nou ja, metgod, we praten er wel over in dag dagelijks, want met God lukt alles. Ja, zeker weten. Maar volgens mij ontbreekt het alleen, dat is, ja, het is een spits, een verbaster, kan daar niet aan tippen en die komt toch helemaal niet voor op uw lijstje, en Nico Wortel. Ja, Nico Wortel, ja. Die probeert de hele avond mij al te imiteren. Wat heb ik eraan? Ja, dat is ook duidelijk. Ik wou maar weer terugschakelen naar Maria Kampelag. Mensen, bedankt voor het kijken. Dit was Rinus. Rinus, bedankt. Ja. Graag gedaan, Kessie. Oké, we schakelen over naar Maria. Bedankt jongens voor het interview. Dames en heren, het is nu bijna 8:00, maar we hebben nog net de tijd voor de geheimzinnige uitreiking. Daarvoor is hier in de studio de voorzitter van de supportersvereniging, Johan Steenstra. Goedenavond Johan, ga je zitten. Johan, hoe lang ben je al voorzitter van de supportersvereniging? Nou, hoe lang, dat zou je beter niet kunnen zeggen, dat is eigenlijk meer hoe kort. Sinds januari dit jaar. En wat doet de supportersvereniging zo allemaal? Nou, dat heeft de voorzitter net al een klein beetje over gehad in zijn openingswoord. Wat dat betreft dus volgens hem veel middagen voor de jeugd. Die moeten dus nog steeds komen, helaas. Maar het gaat gebeuren, echt wel. En dan hebben we dus voorts onze traditionele bingoavonden, veldverlotingen, plus dat wij de uitwedstrijden meegaan. Een grote bus en heel gezellig sfeertje eromheen bouwen. Ja, ja. En om op die geheimzinnige uitreiking terug te komen, aan wie wil je wat uitreiken? Daarvoor heb ik de voorzitter van de sportclub nodig. Ik heb hier vanavond in de catacombe van de studio's rond zien lopen. Dus als je misschien even hier zou kunnen komen. Dan vragen we hier even meneer Antoine van den Berg door het beeld heen graag. Voor de sportclub willen doen. Dat bestaat natuurlijk niet alleen uit het alleen maar meegaan met uitwedstrijden, het organiseren van wat dan ook en het vervaardigen en verkopen van attributen. Maar dat houdt voorts ook voor ons in dat wanneer wij een goed jaar draaien, zoals dit jaar het geval is geweest, gelukkig maar,
dat wij dan ook misschien de supportervereniging, als supportervereniging zijn, dat de sportclub wel eens financieel een handje toe zouden kunnen steken. Vooral in deze tijd dat jullie het zo hard nodig hebben. Dat weet dan ieder. Ik zou jou ook graag als voorzitter hierbij een aantal flappies te noemen. 20 van 100 aan willen bieden als gift van onze sportvereniging aan de sportclub. Een totale waarde dus van 2000 gulden. Gulden mede bijeengebracht door het grote enthousiasme van al onze leden, waarvan we hier hoop ik vanavond ook weer heel veel zullen zijn. Voorzitter. Nou, ik sta wel even bedonderd te kijken hoor, dat kan ik je wel zeggen. Toen de supportersvereniging werd opgericht, toen hield ik, om je eerlijk waar te zeggen, even mijn hart vast, maar je rustig weten. Omdat toen de tijd eigenlijk al die acties van het land kwamen, supporters doen we dat in elkaar. Ik denk, zou dat misschien ook heel langzaam naar de schermen komen? Maar dat is niet het geval geweest, juist het tegengestelde is gekomen eigenlijk. Ik heb ontzettend veel respect voor het bestuur en de mensen die met die supportersvereniging allemaal dit tot stand gebracht hebben. En wij zullen dit ook een goede bestemming geven en namens het bestuur van de Sportclub de Schelling hartstikke bedankt voor dit. Ik wijs u nog even op onze volgende uitzending van woensdagavond. Daarin kunt u kijken naar een reportage van het schansspringen op Sein Paduim. Tot dan, goedenavond. Programma beginnen, mag ik u een bijzondere gast voorstellen. Namelijk de winnaar van het Songfestival van de Oosterburen. Peter Stukwerk. Hij zal voor u een lied zingen dat geschreven is door Johannes Tienstra. De wijs is u wel bekend en daarom vragen wij u om het refrein mee te zingen. Mijn dames en heren, Peter Stukwerk. Goedenavond, dames en heren. Ik wil graag vragen met samen met mij het refreintje even mee te zien om te beginnen.
Hans-Joost Leupachter. Ik wil het verder aan onze spreekstalmeesters overlaten. Dank u wel. Hooggeëerdes publicum, welkom bij ons Bulgarische staatscircus Jap und Jung. Wij presenteren u een keur van artiesten van wereldformaat. Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan ons programma. Allereerst kan ik u aankondigen de goochelende clowns Jap und Jung en hun charmante assistente Schwaantje. Zij zijn vele malen kampioen van de Waddeneilanden en omstreken geweest. Zij zullen u verbazen met hun ongelofelijke trucken. Dames en heren, Jap und Jung. Thank you.
Ja, ja. Iemand uit de zaal met een heel duur horloge. Ja, een heel duur horloge. Ja, meneer Porter, word ik daar. Komt u maar even. Komt u maar even naar voren. Nee,
Wij komen de straat niet uit. Hoeveel kost die horloge, meneer? 350 gulden. Van verzekeringen heb ik meer verstaan. Gebeurt, kan niet gebeuren. Grote deur. Horloge blijft heel. Onzichtbare meisje. Waar is het onzichtbare meisje? Wat gaat verdwijnen? Dames en heren, het onzichtbare meisje. Meisje, nou hè, kijk maar! Meisje, wat?
accepteer mij even bij de tronk geroffeld. Maar ik moet een meisje terugdrogen. En dan is hij weer. Dames en heren, nogmaals applaus voor Jaap Onjoen. Dames en heren, u kunt nu nogmaals luisteren naar Peter Stukwerk. Ja, dan kom ik toch eindelijk nog een keer aan het woord. Dan kom ik toch eindelijk een keer weer aan de bak. Wij moeten de mensen achter het podium even een beetje geduld of een beetje tijd geven. Dus heb ik een oud nummertje van Simon & Garfunkel opgezocht. Dat vond ik wel heel leuk. Heel rustig liedje. Voor diegenen die nodig moeten passen, die kunnen het even doen. Een biertje aan of zo. Ja. Oh, er valt alles ook bij elkaar hier. Nou, dat is gewoon een tijd weer natuurlijk.
Dat je ook zo mooi onder woorden heeft gebracht. Dacht ik. En ik denk dat wel met mij. Ik wil daarom ook waar de muziek ook even mee gaat. Dan gaan we nog een paar stukjes van de Sportclub Terschelling. Geluk van ons leven. Samen even dat er even in te gooien. Ja.
Ik ben moe, ik moest van een mensen komen. Hardlopen daar achter die bus aan. Was de bus kwijt. En ik vond de bus open. En weer de bus vol naar weg, dus ik ben hardlopen naar West gekomen. Maar het scheelt me wel 2 gulden. Dan had je beter uit een taxi aan kunnen lopen, dan had je 15 gulden uitgespaard. Wat doen we hier trouwens? Wat doen die mensen hier allemaal? Wat is hier aan de hand? Het is de naam van een sportclub de Schelling. Je moet wel een beetje netjes wezen vanavond, Jan. Lekker stuk daar. Een beetje netjes, Jan. Mijn vader heeft nog voor deze club gevoetbald. Mijn vader ook? Ja, maar mijn vader is veel beter dan jouw vader. Niet waar! Mijn moeder is ook veel beter dan jouw moeder. Niet waar! Mijn zuster is ook veel beter dan jouw zuster. Dat is daar heb je gelijk, dat zijn mijn broeder ook. Hé, hey, een beetje houden, man. Ja, jij trouwens ook een rare kop zo, in het licht. Heb ik een rare kop? Ja. Oh. Mijn vrouw zei vanmorgen nog, toen ik me stond te scheren, je lijkt wel 20 jaar jonger. Nou, dan kan je hem beter samen scheren. Ja. Hé, hey, ja, weet je het verschil trouwens tussen een dame en een matresse? Dag en nacht. Jij weet ook alles. Ik weet alles. Waarschijnlijk. Heb jij wel eens gehoord van geboortebeperking? Ik niet, ik weet net hoe ik ze maken moet. Jij gaat dan op vakantie, hè? Ja, uitgezonderd paal 3. Paal 3? Dus je zegt paal 3, maar ik zie de zomers vaak wel meer palen. Trouwens, ja. Ja, ik ben laatst nog in Frankrijk geweest. In Frankrijk? Ja, zeker. Wat moest je daar doen? Daar heb ik op 99 verschillende manieren de liefde bedreven. 99 verschillende manieren? Ja. Ja, zeker. Ik ken er maar 1 en dus de normale. Oh, dan zijn het er 100. Wat doe je eigenlijk voor de kost dat je zulke dure vakanties kan betalen? Ik leef van de pen. Van de pen. Van de pen? Dan gaat dit ding niet goed. Ben jij een schrijver dan? Nee, ik schrijf iedere week mijn vader om die wat geld op wil maken. Hé, je hebt een mooie woning ook trouwens. En een duurdere. Ik heb een duurdere woning, ja. Ga je verhuizen? Nee, de Hugo zit de Hugo. Zo, joh. Die slaat niet zo hard, hoor je dat? Nee, die mensen die zijn een beetje zak op waar. Ja. Ik kan ik best begrijpen. Ik ben nog steeds moe van de dak lopen. Hoe ver is het vandaag trouwens, ja? Dat weet ik niet, daar ligt de krom. Ja, alleen... daar heb ik niks aan, die is van gisteren. Oh. Ken jij die mof van die man? Hé, hey, je moet hem wel vasthouden. Wat stinkt die tabak? Ja, daarom verbrand ik hem ook. Zeg, ken je die mop van die man die zo... Ik ken al net door het ene gaatje dat... Ken je die mop van die man die zo vergeet dat er was? Nee, die ken ik niet. Hoe was die dan? Welke mop? Ben jij trouwens een kiespreek? Ja, andere vraag. Nee, ik ben afgekeurd. Afgekeurd? Waarom? Ik had pas van een hout geworden. Ah, je kan? Maar ik heb wel een broer. Ja? Die heeft wel in dienst gezeten. In Afrika. Afrika? In Afrika. Welke broer was dat dan? Dat weet ik niet. Weet je dat niet? Nee, hij zat in het Vreemdelingenlegioen. Wat?
zei hij dan? Ach, daar heeft hij gevochten, maar hij is ontmand. Ontmand uit de oorlog tevoorschijn gekomen. Dat weet ik streng hoor. Nou, er zijn van die medicijnmannen en die hebben dat verholpen met een stukje slurf van een olifant. Slurf van een olifant? Ja. En hoe viel dat een beetje? Nou, dat ging best. Behalve op een feestje, toen gingen ze met pinda's rond. Dit was Jap, met Jup, met zijn sprekende pop Jap. Zitten blijven. Ja, mensen, bedankt. Dank u wel, Jap Oentjoen. Dames en heren, nu is het pauze. En ik zoek u nog achterin wat loden te kopen, want ze zijn nog lang niet... Sensationeel nummer.
bekend van paal 8 tot paal 28. Bobo de Strooisvogel. Kampioen Hingstad Vroom van de Noordvader. Dames en heren, Bobo de Strooisvogel. Zo'n armen een beetje.
Mensen, deze act hebben we niet ingestudeerd. Helaas, we hadden geen mensen. Het is de eerste keer dat we het moest doen. We gaan rijden, de struisvogel. Gaat Jap schieten. Oh, ja, Drijsma. Jap. Hij is gedaan. Hij is erin. Bye.
heren, nu komt de levende kogel. Totaal ontspannen? Ja. Weet je wat er gebeuren gaat? Ja. Heb je alle risico's? Ja. Ben je gedekt? Ja. Ben je verzekerd? Ja. Toch niet met Bauke Bergsma, hè? Van die avond, de modeshow. Gepresenteerd door de welbekende presentatrice van Studio Sport, Marika Kamgaren. Dames en heren, uw aandacht voor die modeshow. Dames en heren, Marika Kamgaren. Goedenavond, dames en heren. Vanavond tonen wij u de nieuwste zomercollectie. Van de meest vooraanstaande modehuis op dit gebied. Wij showen onder andere modellen van Boutique Broderick, Engelink en Maison Epermatique. De collectie die u vanavond te zien zal krijgen, is alleen voor dit exclusieve gezelschap. De collectie is nog erg nieuw, maar we hebben de primeur voor u vanavond. De modellen komen al uit Frankrijk en het fotograferen is daarom ten strengste verboden. Hier zijn de zes schoonheden uit het zonnige zuiden. Model Hélène. Thank you.
Hierbij danken we alle modehuizen die hun medewerking aan deze avond hebben verleend.
Ook de 6 topmannekens die vanavond nog naar Frankrijk zullen terugvliegen. Onder luid applaus zullen we ze nog 1 keer op het podium laten verschijnen. Hier de zeezon in de ramen, vliegen we samen. Hier de zeezon in de ramen, pakken dan iedere bruin. Ligt in de zuin, even gebroed, maar dat is zo gezond. Ik kreeg het schuim al op mijn mond. Dames en heren, dank u wel. Dat was het laatste van onze show van het circus Jap und Jung. Wij hopen dat u genoten hebt en als dat zo is, dan komen we misschien volgend jaar weer terug. Dames en heren, dank u wel en graag veel plezier nog met die muziek. Wij hebben gewoon gezegd, wij gaan met deze hele groep gewoon even een keer lekker.